Ja, deze moordzaak was voor mij wel een unieke zaak. De gruwelijkheid van deze moord, die kwam op mij over als iemand die daar afgeslacht was. Moord op de Ceintuurbaan gisteravond. De eigenaar van een café, annex Slijterij, werd om 22:30 dood aangetroffen door een bezoeker van zijn etablissement. De recherche vermoedt dat roof of diefstal het motief van de moord is. Café Slijterij Amstelvaart zit tegenover verzorgingshuis Tabita, vlakbij de Amsteldijk. De 60-jarige eigenaar die boven de zaak woonde, runde het café al jaren waar hij eerst alleen als barman had gewerkt. Om 22:30 gisteravond werd hij doodgevonden door een klant. Een lijk achter de bar en een lege kroeg. En wie heeft het gedaan? Daar ging het eigenlijk om. Dit is wat mij betreft de belangrijkste politieprestatie op mijn loopbaan. Die meneer was zo vreselijk aan zijn einde gekomen. Dus dat, dan geeft het als het ware nog meer gedrevenheid. Ja, Gerrit, dat was nog eens een zaak, man. Ja, het is wat, Bob. Kun je nagaan. Volgende maand. 15 november, 98. Ja. Dus volgend jaar is het al 20 jaar geleden. Zaten nog in de tijd van de piepers, weet je nog? We hebben hem wel opgelost. Ja, dat is wel zo. Of niet, ja. Ah, Gijs. Ja. Ja, de persoon Gijs Dekker, dat was een horeca-ondernemer die café Amstelvaart in eigendom had en de daarnaast gelegen Slijterij. Het was een van de drie cafés annex Slijterijen in heel Amsterdam. Het was een koude avond. En de telefoon ging van Bob, er is een moord gepleegd in de pijp. En je piket, dus jij moet in dienst komen. Ja, dat was 15 november, 98, op een zondagavond. Zondag, ik weet het goed. Ja. Het was de wedstrijd van AIS-PSV. En dat was voor ons wel een eikpunt later nog, bij de verhoren. Ja. Want toen schopte Dani, de Portugese voetballer, die schopte Lodewijks enorm voor zijn hoofd. Dat werd een enorme rel. Maar dat was voor ons wel een mooi eikpunt om uiteindelijk het tijdstip van overlijden te proberen te bepalen. Ja. Ooien. En de vlag omhoog voor buitenspel. Dat is merkwaardig. Dani raakt Lodewijks. En krijgt daarvoor de gele kaart gepresenteerd. Het was verschrikkelijk allemaal zoals die man daar lag. Het gaf eigenlijk een beetje een heel onheimelijk gevoel van hoe je aan het eind van je leven bent gekomen. Ja, een afschuwelijke situatie en wel een stil café. Daar ben je natuurlijk niet gewend. Helemaal wel leeg. En dan legt zo'n man, die legt dan achter zijn toog op zijn rug. Bloed uit zijn hoofd. En dan wordt het allemaal nader bekeken. En dan zie je mesteken. Je ziet dan verwondingen aan zijn hart, een hartstreek. Dat bleek uiteindelijk 4 rechtstandige steken te zijn. Ingeslagen hoofd en een verbrijzeld strothoofd bleek later. Je ziet ook meteen al eigenlijk in een 1 oogopslag dat er overheen gelopen is. En dat er ook sprake is van een kennelijke roof, omdat de kassalade die was opengebroken. De spoelbak lag nog een steen, of een sok eigenlijk met iets erin. Waarvan je al vrij snel door had dat het een steen was. En een paar glaasjes, borrelglaasjes. En de bonnen achter de bar, dat zijn allemaal de dingen, dat zijn de stille getuigen, zeg maar allemaal. De eerste verdachten die bij ons in beeld kwamen, dat waren jongens die op de barbonnen bij Gijs stonden. En die hadden daar toch wel vrij veel geld uitgegeven. Die kwamen ook nog aan de andere kant van de Nieuwe Amstelbrug vandaan. Dus het verlengde van de Ceintuurbaan in de Blasiusstraat. En dat was een groepje jongens die toch wel het geld lieten rollen in het café. En daar zijn we een tijd omheen gaan staan, observeren. We zijn nog in de avondwinkel geweest van Jado op de Weesperzijde. Daar heb ik met een collega nog achter de toonbank gestaan in een witte jas. Hebben we avondmaaltijden verkocht om zodoende maar te kunnen constateren of die jongens eventueel geld zouden kunnen uitgeven wat bij de kroeg vermist werd. Gerrit die heeft zich daar nog omgekleed als bediende om de boel zodanig te kunnen observeren. Ook eindelijk
uiteindelijk kwamen we met hen ook niet verder. We hadden geen bewijs dat zij ermee te maken hadden. Er was wel een motief. Roof, dat zou wel een motief geweest kunnen zijn gezien de ruzies die erover gokken waren. Maar uiteindelijk konden wij geen flintertje bewijs tegen hun vinden. Ik was bij mijn toenmalige vriendin op de Prinsengracht, sorry, Keizersgracht. En we hadden een spelletjesavond daar en ja, redelijk ontspannen allemaal. En toen kwam er daar een telefoontje binnen. Ik had geen mobiele telefoon. En dat was mijn moeder. Die belde, helemaal in paniek. En mijn vriendin nam op. En die sloeg meteen bleek uit en die zei, het is voor jou, het is je moeder. En ik pak de telefoon aan en ze zegt, ja, het is deze keer helemaal misgegaan met je vader. En daarmee verwezen ook naar eerder overval op het café. Het is moeilijk om te reconstrueren. Tijd wordt een beetje lastig in te schatten. Maar het feit dat ik mijn vader op een brancard uit het café gebracht zag worden toen ik met de taxi aankwam, dat is niet in een kwartier gebeurd. Dus waarschijnlijk ben ik een uur in paniek geweest of heb ik een uur naar een taxi gezocht. Ja, dat is heel onwerkelijk. Dat is heel onwerkelijk. Kijk, heb je die Marcel? Ja, die zoon van hem. Daar was ook wat mee, want die hebben we toen ook nog verdacht. Dat vertel ik dus straks. Ja. Die, weet je, die was uit ruzie of zo, ja, met zijn vader. Hij leefde nog meer met zijn vader, want hij zag het allemaal niet zo zitten. Hij vond het maar niks wat zijn vader deed. Nee, hard werken, weinig geld verdienen. Maar dat is natuurlijk altijd heel tricky, hè? Want dat is een zoon van een slachtoffer. Ja. Dat is natuurlijk waanzinnig moeilijk, want hij is, en zijn vader is net dood in de eigen kroeg. En dan ga je hem nog horen als verdachte. Dat is een heel, dat moet je heel omzichtig doen. Ja, dat is volgens mij statistisch gezien 70% van de moorden wordt gepleegd door een bekende of familielid. En volgens mij moet dan de politie goed onderzoek doen. En ja, dat betekent van mijn moeder tot mij tot alle vaste klanten. De agenten die achtergrond wilden hebben, die wisten daar een verhoor in te verweven zonder dat ik me daarmee aangevallen voelde of niet op mijn gemak. Maar ja, je zit wel met iemand die toch op dat moment getraumatiseerd is. Hoe was uw verhouding met uw vader in die tijd? Ik denk dat we heel veel van elkaar hielden, maar hij is altijd stroef geweest. Hij was mijn huisbaas. En we hadden altijd ruzie over een lekkend dak of een kapot raampje. En volgens mij had ik net die maand ook geweigerd huur te betalen als hij het niet liet opknappen. Dat is een beetje de relatie met mijn vader. En hij had ook als adagio liever een minder relatie met mijn zoon als ik hem maar weerbaar maak. Ja, en uiteindelijk bleek de zoon er niks mee van doen te hebben. En hij was verdachte, is gehoord geweest. Uiteindelijk, en gelukkig maar, hadden wij het bij het verkeerde eind. En we zochten in alle richtingen. We waren met ook een samengesteld team. Ja. Maar we zochten in allerlei richtingen. Elke strohalm, geen getuigen, helemaal niks. Geen touw om hem vast te knopen. Niet qua persoon, maar toen zijn we met die voorwerpen aan de slag gegaan. Ja. Met die shock. Ja. Kan ik me goed herinneren? Die steen, daar zijn we nog naar het Tropenmuseum geweest. Want die was toch wel helemaal uit de oertijds vandaan. En natuurlijk schoen. Ja, dat was echt wel een goeie. En die is de dader, moest bij de kassa komen. En die is gewoon respectloos op de terugweg om zijn heen gelopen. Je ziet dan in mijn herinnering nog een stap in het bloed. En je ziet echt een afdruk op zijn witte t-shirt. En dat was natuurlijk goud waard. Bleek een schoenenconferentie te zijn ergens in Nederland. En we zijn gewoon in de blind, zijn we naar die schoenenconferentie gegaan met die foto's. Die foto's hebben we her en der opgehangen en eigenlijk de vraag gesteld, wie herkent deze schoen? Ja, wat voor merk. Ja, ja. En toen zegt hij op een gegeven moment, ja, dat is schoen, ja, dat is een Blackstone schoen. En uiteindelijk heeft die schoen ons natuurlijk wel veel opgeleverd. Ja. We hebben nog wel een incident gehad bij een café, want er kwam uit de buurt onderzoek. Café Bloemers, op het hoekje. Ja, en vanzelfsprekend hebben we buurtonderzoek gedaan. Uiteindelijk, het is een lange straat, veel cafés en open heuring. Vervolgens aan de Marina naar Bloemers gegaan, Café Bloemers, vlak in de buurt. En daar hoorden wij wel dat er een opmerkelijk incident zich had afgespeeld daar in dat café op diezelfde avond. We spraken iemand in het Café Bloemers. En die gaf eigenlijk een concrete omschrijving van een man die gejaagd binnenkwam.
Die bestelde een drankje en die betaalde met 100 gulden. Dat is natuurlijk al heel erg vreemd, want ja, dat geef je niet als fooi. Bovendien vroeg hij aan de klanten in het café of iemand hem weg wilde brengen. Dat wilde hij dan voor 300 gulden doen. Dus hij had zoveel haast en hij wilde weg. Dus dat maakt de hele situatie een beetje vreemd. Als iemand zich heel raar gedraagt, dan print je als het ware dat gezicht ook in je geheugen. En dat was voor ons ook de reden om echt door te vragen en of ze ook dan inderdaad mee wilden werken om een tekening te maken van deze meneer. Wij wilden eigenlijk als team hebben dat die foto, die compositietekening en opsporing getoond werd om Nederland te kunnen vragen, hebben jullie deze man gezien? En de officier van justitie die vond het niet nodig om dit te doen. Een compositietekening tonen van iemand waarvan je niet zeker weet dat hij de verdachte is. Het was gewoon een klant die zich raar gedroeg. Heeft risico dat je allemaal tips en aanwijzingen krijgt naar een vreemde klant die niks met dit misdrijf te maken heeft. En dat is niet gevaarlijk dat het onderzoek fout gaat, maar het kost ongelooflijk capaciteit om het allemaal uit te rechercheren. Ja, hij vond het is maar een incident in de omgeving op die avond, ergens op die avond, waarvan je nog niet eens weet hoe laat het exact nou allemaal was. En ook niet wanneer de moord gepleegd was. Maar ja, we hadden niet veel anders. Dus ik heb hem toch wel met enige overtuiging gevraagd, bijna gesmeekt om hem toch te mogen vertonen. Uiteindelijk heb ik me laten overtuigen, ook door de politie, dat we deze kant op moeten gaan. En de politie zei ook van ja, die vreemde klant, die heeft zich heel vreemd gedragen, maar dat vreemde gedrag past wel wat er uiteindelijk in Amstel vaart is gebeurd. De kroeg waar het misdrijf heeft plaatsgevonden. En uiteindelijk hebben we het risico genomen. Mevrouw Jongebloed, u bent voor deze zaak naar de studio gekomen. Wie heeft het slachtoffer, de eigenaar van de Amstelvaart, uiteindelijk gevonden? Dat was iemand uit de buurt. Deze meneer die kwam ongeveer om 10:30 een geleende bezem terugbrengen. Ik ging opsporingsverzochten presenteren, want in de zaak moest iemand dat doen. En dat was toen met Nelke van der Krocht. Want je wilt het zo goed mogelijk doen. Natuurlijk ook voor de zaak, maar ook voor jezelf. En je bent toch te zien voor het Nederlandse publiek. Had meneer Dekker, voor zover u dat weet of in kunt schatten, die zondagavond veel geld in kas? Nou, we weten in ieder geval dat de kasopbrengst in de kassen zat. Daar buiten had hij nog altijd een bundeltje bankbiljetten in zijn achterzak zitten. Toen we de heer Dekker aantroffen, hebben we helaas geen geld aangetroffen. Nee, dus toch echt ook wel beroofd. Deze blanke man is ongeveer 1,85 meter lang, 25 tot 35 jaar oud, gespierd en breed in de schouders, stevig postuur. Hij had kort geblondeerd haar. En mevrouw Jongebloed, welke rol heeft deze man in het geheel gespeeld volgens u? Ja, dat weten we niet zeker. Wat ons wel is opgevallen is dat deze man een drankje bestelde en dat betaalde met een bankbiljet uit een stapeltje bankbiljetten. Gijs Dekker droeg ook altijd een stapeltje bankbiljetten bij zich. Dus misschien heeft deze man iets met de moord te maken, maar misschien ook niet. En in ieder geval willen we deze man heel graag spreken. Ja. Mevrouw Jongebloed, ik dank u voor uw informatie. De originele uitzending van Opsporing Verzocht was de herhaling of de volgende dag. En toen belde een collega op en die zei, ja, het zal wel niet. Maar ik meen die gozer te herkennen van die compositietekening. En toen ik zei, ja, dan kreeg ik hem op een gegeven moment zelf aan de lijn. En dan zeg ik, ja, maar hoe dan? Vertel eens. En dan, toen vertelde hij zijn verhaal. René was dat. En die zegt, nou ja, ik kijk eigenlijk nooit naar Opsporing Verzocht. Maar op de een of andere reden zat hij toch te kijken. En hij zegt, ja, ik herken dat gezicht en die compositietekening van een heel vreemde overval die hij vrij recent ervoor had gehad met een aanhouding. Hij zegt, en daar lijkt hij sprekend op. En dan zoekt de politie nog een man die mogelijk iets met de moord en de overval op Gijs Dekker te maken kan hebben. De man gedroeg zich om 10:00 die zondagavond hier in café Bloemers. Ja, ik kwam terug van het hardlopen en om uit te zweten zat ik op de bank en zat ik wat te zappen en tv te kijken. En hij sprong op Opsporing Verzocht. En dat intrigeerde mij. Het ging over een moordzaak in het Amsterdamse. Waar ik altijd heb gewerkt bij de politie op straat. En toen vertelde men deze zaak en toonde men deze compositietekening. En daar triggerde ik op
als zijnde een verdachte waar we eerder mee geconfronteerd waren bij een poging overval op een avondwinkel. Daar zijn wij met spoed naartoe gegaan. Wij troffen daar geen verdachte meer aan. En we begrepen dat de verdachte met een vuurwapen die hij inderdaad had getoond, heel warrig had hij op een balie gelegd en weer meegenomen. Toen is hij de zaak weer uitgegaan en is hij vertrokken. En even later hebben we de verdachte kunnen laten aanhouden vlak voor het wijk Timmeliné-straat. Ik herkende hem aan de stuurse blik en het profiel wat daarbij geschetst werd. En die compositietekening vond ik heel rakend met betrekking tot de ervaringen die ik met deze verdachte had naar aanleiding van een overval op de avondwinkel. En toen zag ik hem op opsporing verzocht. Ik denk, hé, dat is Remy Mathewé. Nou lijkt die tekening niet erg op de foto. Ik sluit niet uit, en die foto is natuurlijk op een later moment vermoedelijk genomen. En ik sluit erbij ook niet uit dat hij zijn uiterlijk heeft laten veranderen. Nou, toen hadden we de naam, Remy Martin, of Martin W. En toen hadden we er ook een foto bij, dus deze foto. En dat Remy Martin, dat duidde erop, bleek later dat hij de zoon was van een alcoholverslaafde vader. Die toen hij 14 jaar was, op 14-jarige leeftijd was, is overleden. En die jongen is genoemd werkelijk naar het Franse cognacmerk Remy Martin. Ja, en toen uiteindelijk heeft bureau Meer en Vaart, die hebben hem toen aangehouden. En toen ben ik met een collega naar de gevangenis in de Alfa gereden. Om hem te bezoeken en te bekijken. En de celdeur ging open en we zitten hem aan te kijken. We stellen ons voor wie wij zijn. En dan kijk je naar zijn schoenen. En wat denk je? Hij heeft die Blackstone schoenen. Dat zijn deze schoenen. Ja. Nou, die hebben ik nog net niet. We moesten natuurlijk wel even links en rechts bellen. Maar we hebben die schoenen bijna van zijn voeten afgetrokken. Weet ik nog wel. Maar we waren zo blij. En we denken, dat zijn de schoenen. Blackstone schoenen. We hebben een extra stuk bewijs. We geven geen dadenwetenschap prijs. Maar we hebben wel gezegd, jouw schoenen, die gaan wij in beslag nemen. Wij vermoeden dat die te maken hebben met een ernstig misdrijf. En die hebben we onmiddellijk aangeboden aan onze technische recherche, heette het toen nog, en voor spooronderzoek. En uiteindelijk hoorden wij dat daar bloed in zat in die schoen. Er zat ergens stiksel, op een, ja, op een stiksel, ja, zat ja, een bloed. En er zat, het zijn van die zware profielschoenen. Ja. En er zat er in de hak, helemaal bovenin, zat ook nog een bloedspat. En ja, dan weet je in ieder geval dat er bloed aan zit, maar ja. Als je op straat loopt en je kan van alles onder die schoen hebben. Zeker 3 maanden na dato. Maar ja, het profiel met de foto die we dat kwam wel ja, dat echt was, aardig overeen in die ja, tijd. Ja, dat was deze schoen. Dat was exact deze schoen. Hier. Dit is hem. Ja, toen hadden we de schoen en dan wordt dat bloed, er wordt aangetroffen dat het bloed is. Dan moet het naar het Nederlands Forensisch Instituut toe. En vervolgens hebben we hem nog wel, we hebben hem aangehouden. Dus hebben we ook zoeking gaan doen bij hem thuis en ook bij een vriend waar hij regelmatig verbleef. Wel, ja, ja. Ja. Daar werd een steen aangetroffen. En je denkt, het zal er niet waar zijn dat die steen, dat hij die daar vandaan heeft meegenomen. Want het was een soortgelijke steen. En dan zit je steeds meer, dat je steeds meer bewijs erbij krijgt. Van net zich sluit en dat je wel goed zit op de goede verdachte. En dan krijg je wel dat je moet tunnelen. Dan is dit gewoon degene waarvan jij denkt dat hij het heeft gedaan. Ja, de verdachte is dan Remy Martin W. En Remy is dan een hele joviale Amsterdammer. Maar omdat er ook bloed op die schoenen zat, en uiteindelijk hebben we toch wel zodanig bewijs gevonden, alles bij elkaar genomen, dat we hem konden aanmerken als verdachte. En dan wordt hij verhoord. Ja, en dan zit hij daar dan. En dan vertelt hij van ik ken dat café helemaal niet. Nooit geweest. Geen idee waar je het over hebt. Nee, en dat bleef hij altijd maar stoïcijns zijn volhouden. Dus ja, je denkt, nou ja, hoe kom je daar nog doorheen door dat panzer? Hè? Ja, en dan op enig moment, dan breekt toch wel je finest hour aan, zeg maar. Dan hoor je dat het bloed op die schoen en in die hak, dat van Gijs Dekker is. En dan moet je even slikken, want dan denk je, nou, we hebben hem. Ja, en toen gebeurde er zoiets onmerkelijks waar we ook niet meteen rekening mee hadden gehouden. Hij ging als een blad als een boom, als een psychopaat, dat draaide zo om. En zei onmiddellijk van, ik ben zo blij dat ik het kan vertellen. En dan zit je hier te kijken, denk je, nou ja, hij gaat het allemaal vertellen. Hij gaat het bekennen. En dan zegt hij van, café. Ja, tuurlijk kwam ik er wel eens. Tuurlijk.
Ik ken dat café. Hele aardige kroegbaas. Hele aardige vent, joviaal. Hoe heet hij ook alweer? Gijs. Hele aardige man. Hij zegt, en ik zat er die avond en we hebben voetballen zitten kijken. En ik was de enige, geloof ik, nog over. Maar ik had best wel wat gedronken. En ik moest naar het toilet. En toen zegt die cafébaas tegen mij van, hou je het toilet al een beetje schoon? En op het moment dat ik weg ging lopen, komt er net een man binnen met een lange zwarte jas. Hij zegt, ik heb die man verder niet bekeken, niet aan. Ik zie alleen die man binnenkomen lopen. Hij zegt, ik ben het toilet binnengegaan en ik kom het toilet uitlopen. Hij zegt, en ik zeg eigenlijk meteen tegen die cafébaas van, je toilet is schoon hoor, maar al het toiletpapier is wel op. Hij zegt, maar ik kreeg geen reactie. Hij zegt, dus ik loop achter die toog. Hij zegt, en zie ik die arme man achter die bar liggen. Hij zegt, ik denk, jeetje, die baas. Godverdikke, ik ben helemaal, ik ben ook de pineut. Hij zegt, en ik ben in paniek. Zegt hij, dacht, wat moet ik doen? Maar ja, hij leek wel echt dood. Hij zegt, het kan ook zijn dat ik over hem heen ben gelopen. Toen dacht ik, ja, ik ben natuurlijk meteen de verdachte. Ik zit alleen in een café. Niemand gelooft me natuurlijk dat die man binnen is gekomen. Maar dan zit je dan als recherche-team. Ik dacht, nou, dit kan toch niet waar zijn, dacht ik bij mezelf. Ik denk, zo'n verhaal van, dit kan toch niet waar zijn dat hij het zo opeens allemaal zo verzint. Maar hij zoog het zo de plekken uit zijn duim. Uiteindelijk bleek ook, toen bekend was dat het DNA-profiel van Rémy Martin naar voren kwam bij onderzoek, dat de aangehaalde sok, dus het moordwapen met de steen erin, en daar de knopen aan de binnenkant van de knopen, ook DNA van Rémy Martin werd aangetroffen. Hij kon dus nooit ontkennen dat hij er niet geweest was. Hij kon ook nooit ontkennen dat hij die sok in zijn hand gehad had. En dat hij die sok gehanteerd had. Wel kon hij natuurlijk zeggen van ik heb niet geslagen met die sok. Maar dat lag niet aan ons. We hadden weer een stuk bewijs erbij. Wij denken dat Gijs Dekker in zijn eentje of met weinig klanten in het café stond. Dat de verdachte binnenkwam en heeft gewacht tot hij als enige klant over was. En dat toen een roofmoord heeft plaatsgevonden. En ik denk zelf dat dat ook van tevoren bedacht was. Hij had een sportsok meegenomen, hij had een steen meegenomen en hij heeft Gijs Dekker daarmee doodgeslagen. Hij is gestoken en Gijs Dekker is achter de bar op de grond gevallen. Toen is Job hem gestaan en vanuit die positie heeft hij de kassa opengebroken. En heeft hij sigaretten meegenomen die onder de kassa lagen. Toen is hij de kroeg verlaten en vervolgens was Gijs Dekker uit zijn systeem en had hij die moord gepleegd. Een uiterst gewelddadig misdrijf. Zo omschreef de rechter vandaag de zaak van verdachte Rémy Martin W. W. bracht bijna een jaar geleden kroegbaas Gijs Dekker om het leven en gijzelde en overviel vervolgens een taxichauffeur. De verdachte zelf zag af van zijn recht om bij de uitspraak aanwezig te zijn. Via zijn advocaat kreeg hij de beslissing van de rechter later te horen. De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder laten meewegen dat verdachte kennelijk uit louter winstbejag onder invloed van alcohol en cocaïne een man tijdens diens werk als uitbater op gruwelijke wijze om het leven heeft gebracht. Tijdens de behandeling van de zaak kwam de officier van justitie met een forse eis. Namelijk 20 jaar onvoorwaardelijke celstraf. Ik vond, en daar die respectloosheid van op welke manier het is gegaan, een steen in een sok, dat moet hij van tevoren hebben meegenomen voor een buit die er niet om ging. Een paar pakjes sigaretten en een opbrengst van een café van één avond. Iemand op zo'n manier vermoorden, ook geen enige kans laten dat hij het heeft overleefd. Ja, daar past alleen een hele stevige gevangenisstraf op. En vandaar dat ik een eis heb gedaan van 20 jaar. Ja, wat me nog bijstaat, dat hij gegaan is voor een roofmoord, die officier. Dat bleek ook natuurlijk nog, de kassalade was opengebroken. Ja. Sigaretten waren gestolen. Meer eisen, hè? Die Couloise sigaretten. En uiteindelijk heeft hij daarvoor ook een zware straf gekregen, roofmoord. En dat moet ook het motief bijna geweest zijn, roofmoord. Dat kan bijna niet anders. Had geld nodig. Ja, had geld nodig. De rechtbank heeft de verdachte toen 7 jaar gevangenisstraf opgelegd. En de verdachte heeft daar, dat kon ook niet anders, want die ontkende, hoger beroep tegen ingesteld. En uiteindelijk is door het Hof, zo heet het dan, 12 jaar gevangenisstraf opgelegd. En dat is ook de straf die hij uiteindelijk heeft gekregen. Bij een steekpartij in de Klerkstraat in West is vanmiddag 1 dode en 1 gewonde gevallen.
De steekpartij vond even voor 12 uur vanmiddag plaats bij een winkel waar goud wordt ingekocht. Ja, dat vergeet je die zaak. Ja. Tot 2014. Er was een steekpartij met een goudhandelaar. En vervolgens belde iemand mij op en die zegt: Bob, weet je wie daar het slachtoffer is geworden? We kregen een melding om te gaan naar de Klerkstraat. Waar een juwelier overvallen zou zijn en waar één slachtoffer bij zou zijn. Ter plaatse zie ik een groep mensen voor de juwelierszaak en ik zie direct een slachtoffer liggen. Ik stap uit de auto en ik hoor een collega, hondengeleider, die eigenlijk direct met ons ter plaatse was, roepen: om de hoek ligt er nog één. Wat ik later heb gehoord is dat Rémy Martin en de juwelier elkaar kenden. Dat er een ruzie ontstaan is in de juwelierszaak. En daarbij heeft Rémy Martin de juwelier gestoken. Daarna is er een gevecht ontstaan tussen de juwelier en Rémy Martin. Waarbij ook Rémy Martin is gestoken door de juwelier. En uiteindelijk aan zijn verwonding is overleden. Ook weer zoiets wat typisch was in zijn leventje. Een goudhandelaar, die was hij mee bevriend geraakt. En vervolgens heb je die goudhandelaar vraagt hij voor iets of voor zichzelf. Van, heb je morgen genoeg contant in huis? Geld in huis, want ik heb want vullen. Ik heb of hij of een vriend van hem komt inbreken, ja, dat was voor hemzelf. Ja, hij was gewoon weer van plan om te overvallen. Ja, ontstaat een gevecht. Ja. Dat gevecht gaat buiten. Ze raken alle twee gewond. Maar uiteindelijk raakte Rémy Martin. Rémy die aan een vleeswork. Want die heeft die goudhandelaar twee keer in zijn hart gestoken. Die heeft hij afgepakt. Die heeft hij afgepakt en daar had hij Rémy mee doodgestoken toen. Dus uiteindelijk heb je ook nog een keer met zo'n Rémy te maken. Dat is gewoon een seriemoordenaar. Gijs Dekker. Die weet wat hij overvallen gedaan. Ja. En dan uiteindelijk die goudhandelaar in 2014. Hier heb je die foto. Ja. Hier is dan het einde. Hier eindigt het leven van Rémy Martin. Dat is een Waterloo. Ja. Ja, kijk. Hier maakt hij er eentje dood. Ja. En hier gaat hij dood. Twee weken later, denk ik, zit ik in café De Hartjes in Amsterdam, in het Wallengebied. En we staan daar gezellig wat te drinken met een collega van mij. En opeens komt er een jonge meid binnen in dat café. En die heeft een hele grote magnumfles in een verpakking bij zich. En die zet zich toevallig naast mij op een kruk. En ze bestelt met een jonge leeftijd een whisky. Maar ik raak op een gegeven moment met dat meisje in gesprek. Ik zeg, wat heb jij een grote fles drank bij? Ze zegt, nou, dat is niet wat je denkt. Ik zeg, oh. Dan zegt ze, nee, dat is de as van mijn vader. As van je vader? Ze zegt, ja, die is op de Nieuwe Ooster gecremeerd. En ik heb die as vandaag opgehaald en dat kon ik vandaag doen. Maar mijn vader was nogal bekend in het Wallengebied. Ja, en toen dacht ik bij mezelf, laat ik nog een laatste rondje met mijn vader over de Wallen maken. Ik zeg, maar hoe kom je nou in het café terecht dan? Ja, zegt ze, nou ja, ik loop hier en iets zegt mij dat ik hier naar binnen moest. Toen zegt een andere, die kennelijk al langer met haar had gesproken, die zegt tegen mij, je moet misschien even stoppen, want haar vader is niet zo leuk om het leven gekomen. Dus ik zeg eigenlijk tegen haar, wie is jouw vader? Maar ik besef me tegelijkertijd dat het een onbetaalbare vraag is. Dus ik zeg, nou, laat me zitten. Ik zeg, maar misschien kun je wel vertellen waar die om het leven is gekomen. En toen zegt zij, Elisabeth Wolfstraat. Dus ik echt binnen 100 seconden wist ik meteen dat het Rémy Martin moest zijn. En dus ik zeg, nou, dan weet ik wie jouw vader is. Toen zegt zij, oh ja. Ik zeg, ja, dat is jouw vader, Rémy Martin W. Nou, toen begint ze met een tijd te huilen en ze valt me om mijn nek en dat bleek dus haar vader te zijn. En toen vertelde ze me heel kort nog haar levensverhaal, van dat ze geen contact meer had met haar vader. En zeg ik, nou ja, ik ben dan, toen jij een jaar of 11 was, bij jou thuis over de vloer geweest. En dat kon ze zich nog wel herinneren. Ja, dat was een hele vreemde ontmoeting, de meest vreemde, bizarre ontmoeting in mijn hele leven. In de binnenstad van Amsterdam, duizenden mensen op een mooie zomeravond of middag. En ik heb een filter gepakt. Ik heb gezegd, ik ben Bob. Dit is mijn 06-nummer. Als je ooit wil weten wie je vader was en of je meer van hem wil weten, zeg dan bel je maar. Tot op de dag van vandaag heeft ze niet gebeld en zit ik ook niet op te wachten.
Maar ik sta er wel voor open op het moment als ze zou bellen. Dan vertel ik mijn verhaal wat ik weet en in alle open eerlijkheid. Want ook zij heeft geen echte leuke jeugd gehad, denk ik. Missen we nog elke dag, raar genoeg. Ja. Het is niet dat als iemand langer weg is dat je minder mist. Zeker als er veel dingen in je leven gebeuren, je krijgt kinderen, je gaat trouwen, whatever. Dat zijn de momenten dat je denkt aan je ouders. En, dat je realiseert dat ze geen deel meer uitmaken van je leven op die manier. Nou, ik vind dat de recherche deze zaak heel voortvarend heeft aangepakt. Ik vind de manier met omgaan met mij en mijn moeder vond ik bijzonder en positief. Na de zaak bleef één rechercheur mijn moeder opzoeken. Gerrit. En dat vind ik ook heel bijzonder. Daar was ik hem ook heel dankbaar voor. En de inzet, zoals ik hem heb begrepen, was enorm. En dit was wel een zaak waar je het idee had, dit wordt opgelost, dit laat men niet lopen. Je raakt in één dag je man, je werk en je sociale kring kwijt als horecavrouw. En door het harde werken waren er geen andere hobby's, interesses of wat dan ook. En ik denk dat mijn moeder toen op de bank is gaan zitten, niets meer is gaan doen. We hebben er nog wel eens in korte periodes wat kunnen activeren. Maar daarna is het eigenlijk alleen maar slechter geworden. Ze is altijd verslagen, bitter geweest. Ja, dat is voor mij dus heel heftig. Vooral om mijn moeder te zien en te zien dat eigenlijk met die moord twee levens verloren zijn gegaan. En niet één. Ik heb met een aantal vrienden zijn as verstrooid in de Amstel. Bij zijn favoriete visstek. Dat is op de hoogte van paviljoen Miranda, achter het Miranda Bad. Daar is een steiger en dan zat hij altijd te vissen. Dus eigenlijk is voor mij de hele Amstel waar ik hem in verstrooid heb, is zijn herdenkplek. Als jij naar die doosjes doet allemaal? Ach, daar ben ik goed in, wou je zeggen. Een Amstelvaart. Ja, ik mag niet zeggen eind goed, al goed, maar het is toch wel een bizar leven geweest wat zich hier in een klein boekje heeft ontvouwen. Het beheerst zo je leven en op een gegeven moment hoef je hier ook niet meer druk over te maken, want de zaak is op een gegeven moment opgelost en dat geeft zo'n... Ja, ook een beetje een euforisch gevoel van, ja, we... Het wij-gevoel, we hebben het gedaan met z'n allen. Ja, deze zaak, ik heb in de loop der jaren heel veel moordzaken gedaan. Maar dit was een zaak waarbij je door de toevalligheden, maar ook het feit dat het mijn eerste zaak was als leidinggevende, de persoonlijkheid van de verdachte, een joviale Amsterdammer, maar ook de persoon van de cafébaas, ja, dit maakt het wel voor mij ook wel een unieke zaak die nooit uit mijn gedachten zal verdwijnen. Die is bereiden. Ja, dan het archief in.